Hallo, ik ben Geert, ik ben muziekproducer en ik geef producing en DJ les bij Kaliber. En vandaag neem ik jullie mee in hoe ik mijn laatste track heb gemaakt. Welkom bij de vierde en laatste video waarin ik mijn track Never Let You Go uitleg. In deze video ga ik wat meer hebben over de laatste kleine dingetjes die ik heb toegevoegd aan de track. Ga ik kijken of ik het geheel een beetje kan uitleggen. Dus hoe maak je een beetje een goede opbouw in een track? En hoe werk je de track goed uit? Te beginnen met de laatste kleine dingetjes, dat noem ik dan de FX. Dit zijn eigenlijk een soort van opvulgeluidjes om het interessant te houden tijdens zo'n track. Dus niet dat je bepaalde genres zoals techno bijvoorbeeld heb je heel erg lange stukken zonder dat er iets bij komt. In de house muziek die ik maak is het wel belangrijk dat je eigenlijk is het een soort regel dat elke 8 seconden dat je iets nieuws toevoegt. Te beginnen met het allereerste begin van de track. Wat een trucje wat veel mensen doen is de reverse trucje. Dus wat ik dan gedaan heb is de vocaal. Deze vocaal. Dan doe ik alleen het eerste woordje, het eerste stukje van het eerste woord. En dan hoor je daar een soort echo achteraan. Dus dat neem je dan op. En vervolgens draai je het om. Dus dan krijg je dus eerst de echo en dan het woord. Dus dan krijg je dit. En dat kan je ook doen dus met de akkoorden. Dus dan heb je hier deze synth met een reverb, een echo, galm erachteraan. Dat neem je dan ook op, draai je ook weer om en dan krijg je dus ook dit. En daar zit dan nog een effectje op die een beetje een stotter effect geeft om het interessant te maken. Dus dan deze twee bij elkaar klinkt dan zo. En daarmee kun je heel makkelijk een nummer beginnen. Dan hebben we hier nog een reversed vox. Deze is van mijn eigen vocaal. En deze gebruik ik dan om mijn eigen vocaal te introduceren in het tweede gedeelte van de verse. Dus als ik dat solo zou zetten met mijn eigen vocaal, dan klinkt dat zo. Dus dat zijn handige trucjes. En dan bij de build komen er bepaalde effecten bij die heel vaak gebruikt worden in builds. En een beetje risers en downlifters zijn dat. Klinkt een beetje als een alarm. Maar je hoort dat die nu omhoog gaat. Dus in het geheel. Het geeft echt een beetje die spanning opbouw, geeft die een beetje aan. En dan heb je nog wat crashes. Ook hier hoor je dat de hoge frequenties er langzaam bij komen. Ook weer een beetje om die spanning opbouw aan te geven. Thank you.
En dan als de drop begint, heb je natuurlijk het eerste moment van de drop. Dus echt die impact. Die wil je natuurlijk zoveel mogelijk energie geven. Dus dan op die eerste tel heb ik dan een crash geplaatst. En een downlifter heet dat dan. Het is gewoon een beetje ruis, wat dan langzaam afbouwt. Dus dat zijn een beetje de effecten die ik gebruik om het geheel een beetje interessant te houden. Want zoals ik al zei, het is wel belangrijk dat je in je tracks... Tenminste, in dit genre dat je het altijd een beetje interessant houdt. En dat kan met zulke dingen, maar dat kan ook met bepaalde drums die je toe kan voegen. Dus hier heb ik in het begin van de track heb ik eigenlijk bijna geen drums. Behalve een soort breakbeat loop. Met wat ritmische snijtjes en een clap. Dus niet heel veel, maar het geeft al wel meteen een beetje de sfeer en het ritme aan. En in het tweede gedeelte van de verse komen er iets meer drums bij. En ook de kick komt erbij. Dus je kan al een beetje horen het verschil tussen de allereerste begin van de track en het tweede gedeelte van de verse. En daarnaast komen mijn vocalen erbij, waar het allereerst alleen begint met deze vocaal. Komen dan in het tweede gedeelte. Alle vocalen bij elkaar. Dat geeft ook een beetje contrast tussen deel 1 en deel 2 van de verse. En de bas komt erbij. En natuurlijk deze akkoorden. Dus er zit al heel veel verschil tussen dit. En dit. En dan hebben we de build. Dus dat is het stukje waar je mee toewerkt naar de drop. Sommige house nummers hebben echt een hele aparte build. Dus dan heb je de first en dan een build wat bestaat uit compleet andere geluiden. Ik vind het zelf wel chill om die overgang een beetje smooth te houden. Dus je hoorde bijvoorbeeld deze beeldsnaars. En die effecten die ik net heb laten horen. Dan heb je nog de melodie die er langzaam in komt. Dus daarmee geef je al echt een beetje aan dat er iets gaat komen. Nou, dan heb je dus de drop en dat is het moment wat je gebruikt om echt alles, alle remmen los te gaan. Toch is het wel zo dat in de eerste en tweede drop vaak wel een verschil zit. Dus dat je in de tweede drop echt alles, alle remmen los doet. En dat je in de eerste drop nog iets ingetogener houdt. Maar wel dat het al de piek is van het stuk waar je bent, zeg maar. Als dat een beetje logisch klinkt. Dus je wil in je verse
een beetje rustig aan doen. Dan in een build wil je wat meer energie opbouwen na de drop. En dan in een drop wil je het hoogtepunt van je energie hebben. En dan heb je het tweede gedeelte van je eerste drop. Dan kun je nog bepaalde kleine dingetjes toevoegen. Zoals deze snare die ik heb toegevoegd bijvoorbeeld. Dat is volgens mij het enige wat ik heb toegevoegd in deze drop. Ja. En dan in de tweede drop. Zie je al dat die snare eigenlijk vanaf het eerste moment er al bij is. Dus dat is eigenlijk hoe je een beetje je track vorm geeft. Dus dat je zorgt dat je over verschillende delen van je track verschillende energielevels hebt. Dus je begint rustig en dan komt de drop. Dat is je eerste hoogtepunt. En dan wordt het weer rustig in de tweede break. Dus dan bouw je weer helemaal af. Dan begin je eigenlijk weer opnieuw. Vocaal erbij, komen weer wat drums bij, dus dan wordt het weer iets meer energie komt er weer bij. En als dit het tweede beeld, en in het tweede beeld die wat langer is, heb ik wat meer spanningsopbouw gedaan. Omdat je dan, dat dan het contrast tussen de build en de drop ook wat groter wordt. Dus hoe langer je build is, en hoe meer, hoe intenser je maakt, hoe groter de impact in de drop is. En als laatst nog een outro. Hier hoor je alles weer langzaam afbouwen, totdat er eigenlijk niks meer is. En dat is hoe ik mijn track heb gemaakt. Wil je nou zelf ook zulke vette tracks maken? Vraag dan een gratis proefles aan bij Kaliber Kunstenschool.